Speel jij ook zoveel Nintendo World Championships, de NES Edition? Ik vind het echt een geweldig spel. En in deze video ga ik de S-tier, dat is de hoogste tier, halen voor alle Mario Bros. 2 levels. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en gooi jouw tijden in de comments. Dat vind ik vet. We gaan nu de Mario 2 challenges doen. Heb ik helemaal nog niet gedaan, alleen deze omdat het de weekly was van vorige week. Dus we gaan deze allemaal S-tiertjes proberen te krijgen. Ik ga nogmaals niet proberen om world records te halen. We gaan vandaag alles lekker op S-tier zetten. Ik weet wel, volgens mij bij deze moet je gewoon lekker hier naar rechts jezelf een beetje laten vallen. En dan daartussendoor. Oké, dan moet je in één keer goed vallen. Ik heb 596 en S. Ja. Zoiets dacht ik al, ja. Volgens mij val ik nu wel aardig. Oeh, 598 en S. Lekker. Ik vind hem goed zo. Door naar de volgende. Ploek de dagie. Moeten we gewoon de eerste... Moeten we gewoon plukken? 118. Gelijk een S. First try. Lekker, man. Niet heel moeilijk. Volgende is schaduwpaddenstoeltje. Oké. Tak, tak. Oh, niet te ver gooien, gek. Oh, hij ligt echt hier nu. Oké, 445. Je kan hem wel ver gooien. Dan ligt hij gelijk naast je. Dat is misschien wel goed. Ik heb nog niet zo heel vaak Mario Bros. 2 gespeeld, jongens. Dus ik moet die mechanics nog een beetje uitvinden. En dan de opspringen en dan... Ja, 398 S-tier. Hatsenflats. Oké, door. Deze hebben 398. We gaan door naar deze. We moeten naar de top springen. Ik denk via de wolk misschien. Zo, zo. Zo, 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 zo. Ah, 745. Ah, oké. Is nog geen SS, maar voor first try is wel nice. Yes, en graag gedaan. Oké, cool. Leuk dat je erbij bent. Speel je deze game ook, Lady D? Ja, kijk, hotseflots. Zo doen we dit. Sowieso ook leuk voor jullie vraag op YouTube. Speel je deze game ook? Laat het even weten in de comments. Birdo fight. Volgens mij moet je dan die dingen op haar hoofd gooien. Hier ben je weer zo afhankelijk van die dino. Dino Birdo. Kom, gooien. Let's go. Tempo. 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 En pakken. En door. Nee! Nog steeds geen S-tier. 18-23. Ik dacht dat ik vrij vlot was nu, hoor. Waar kun je dit spelen? Nintendo Switch kun je dit spelen. Moet je wel even kopen. Dat is 1. Dit duurt denk ik te lang. Dat is 2. Omdat die dino naar achter loopt, hè? Dat is 3. En dan moet ik kortere jump doen eigenlijk. Moet ik kortere jump doen. Oh, maar 17,56 is ook genoeg voor S-tier. Bam! Lekker. En door. We moeten zoeven over het strand hier met Toad. Wanneer komt het liedje uit? Vanaf morgen op Spotify. Dit is al iets beter. Ja, oké. Okay. Deze hebben we ook overleefd. Ja, deze hebben we ook overleefd. Lekker. Nu moeten we deze overleven. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Maar ik heb goede hoop. Ik heb goede hoop. 1798 in S-tier is genoeg. Ja, deze ging op zich wel lekker. Ik heb 1 of 2 slip-ups. Maar zo was die best oké voor de eerste keer, tweede, derde keer proberen. Wat is dit? Race naar raket. Let's go. First try, guys. First try. Met luig. Met luig, jongens. Daar gaan we. Oh, oh, ja, oké. Okay. Lekker luig. Oude topper. La, 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 luig. Luig stikt niet in zijn huig. Oh, sorry. Ik weet niet, als dit op YouTube moet, dan wordt het wel een lastige, denk ik. Sorry, YouTubers. Sorry. Ja. Ja, deze hebben we dus al een keer gedaan. Ik laat hier gewoon een video van mijn record zien. Dat lijkt me vet. Want mijn record ben ik best wel blij mee. Het is niet het wereldrecord. Die kan nog ongeveer 40/100ste volgens mij sneller. Maar dit is wat je moet doen. Snel de buis in. Over die beesten dus hier heel snel omhoog klimmen. 3 keer springen. Eigenlijk kon je daar laten vallen, maar ik durf dat risico niet altijd te nemen. 1396 was ik heel erg blij mee. En we zijn nu bij het Mauser-gevecht aangekomen. Shoe, hou je mond. Daar hebben we het al over gehad. Dat is een gepasseerd station. Station. Let's go. Bom. Oh, oké. Okay. Nu moet ik dus bommen gaan vangen. Oh, of... Hoe werkt dit? Moet ik... Oh, oké. Ik hoef niks te doen voor de rest. Oké. Ik kan er gewoon tegenaan springen. Ik dacht dat ik ze ook echt moest pakken, maar dat hoeft dus niet. Ik kan ze dus gewoon zo vangen en dan op hem gooien. En dan kan ik deze vangen en
daar alvast neerleggen. En nog één. Dit is best snel. Dit is best snel. Ik wou net zeggen, dit is best snel. 1698. S-tier Kalibidu Bloom. Blablam. Zeg maar de eerste keer dat ik het echt probeer. Het is een semi-first try. Semi-first. Daar neem ik ook genoegen mee. In de wolken. Wat is dit? Bereik de wolk bovenaan de waterfall. Oké, dit is de eerste waar ik moeite mee heb, guys. Of ja, ja. Ik heb natuurlijk eentje heb ik al eerder gehaald. Die telt eigenlijk niet mee nu. Die was ook niet super makkelijk. Gewoon door. Door, door, door. Ja, 1526. Ja, denk dat het kan zonder geraakt te worden. Dan ben je denk ik nog sneller. Maar ja, ik kan nu even scheiden. Ik ging gewoon even door. Ik ga gewoon voor die S-tier. Die is behaald. Dus we kunnen door met het volgende. Anyways, we gaan door naar Walvissen Wedloop. Ging het een beetje goed vandaag, Ventox, met Mario Kart? Of niet? Ja, dan wil je natuurlijk daarboven zijn. Oh shit. Wat gebeurt er allemaal? Oké. 1811. Kort. Langig. Kort. Lang. Lang. Walvis. Door. Hierop. Door. Tweede walvis. Door. En dan, ja, dan zou ik dus eigenlijk... Nou ja, maakt ook niet uit. Dit is best goed. Dit is best goed. Dit is best goed. 1608. Ja, deze voelde best wel lekker. En misschien is het nog wel beter om dan niet bovenlangs te gaan. Want ik heb nu minder afstand te leggen. Want ik ben natuurlijk al lager. En ik moet uiteindelijk dat stukje naar beneden. Dus misschien is dit zelfs beter dan dat je helemaal bovenlangs gaat. I don't know. Maar het was wel lekker. Dan laatste level. Droomtocht door 1-1. Oké. Okay. Je mag best Rory zeggen. Oké, okay, is goed. Ga ik doen. Oké, maar gaat goed komen dit. Denk ik. Hoop ik. Nogmaals, dit is voor mij een uitdaging deze. Maar ik ga uitdagingen niet uit de weg. Vind ik leuk. Ik hou van uitdagingen. Zo, zo. Oh, dat kan gelijk daar. Oké, okay, cool. Zo. Zo, 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 zo. 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 Ja, lekker. En dan? Moet ik hier een deurtje hebben? Ja. Dan hier naartoe. Jump, jump en hoge jump. Even deze weggooien, dat hij niet in de weg zit. En dan hopelijk... Ja, ja, oké. Okay. Dit is best nice. Nee, oké. Okay. Shit. Ik ging nog een keer door die deur. Shit, ik heb één ding gemist. Ruimte voor verbetering. Ruimte voor veel verbetering. Oh nee. Wat is de tijd? Wat is de tijd? Is het S? Het is wel S! Oké, okay, lekker! Oké, okay, ik kan zeker onder de 1... 11, 10. Dat moet wel lukken, denk ik. Maar het is S! Nice! Lekker! En zo kregen we dus alle Mario Bros. 2 levels op S-tier.